Ze noemen het altijd rollercoaster, dat is niet voor niks. Je hebt echt hoge highs. En die zijn fantastisch. En dat is echt een soort dopamine. En dat, daar doe je het voor. Maar ook echt een heleboel lows gehad. En echt op het moment dat ik dacht, oh man. Er zijn zoveel mensen die zo vaak tegen mij zeggen, stop er nou toch mee, weet je wel. Ga nog gewoon lekker ergens werken op je gemakkie en weet je wel. Ja, en dan moet je niet te veel door laten beïnvloeden. Nee. Dus dan moet je wel een beetje doorzettingsvermogen hebben. Ik denk dat dat wel echt belangrijk is. Martijn de Kuiper is ondernemer en founder van Revue. Nadat hij zijn eerdere twee bedrijven heeft verkocht, is hij bezig met zijn laatste onderneming. Een online tool waarbij je persoonlijke nieuwsbrief kan sturen naar je following. In totaal sturen 30.000 gebruikers meer dan 5 miljoen nieuwsbrieven de wereld in. En bekende mensen zoals Naldo van WeTransfer, Alexander Klupping van Blendl en Fabio van de Jeugd van tegenwoordig gebruiken zijn tool al. En in deze podcast hebben we het over zijn balans tussen privé en werk, uiteraard over zijn ondernemingen, welke podcast hij gaat luisteren en welke andere ondernemers hij inspirerend vindt. Veel kijk- en luisterplezier en dit is de aflevering met Martijn de Kuiper. Martijn, welkom. Hey, dank je. Ik vind het leuk om mijn podcast nog een beetje te beginnen met wat je achtergrond is. Ja. Daar heb ik twee vragen over. En de eerste dag is eigenlijk, hoe ziet jouw dag eruit? Dat vind ik benieuwd naar je dag. Ik heb een hele standaard dag. Zeker sinds ik een kind heb, heb ik eigenlijk een enorme 9 tot 5 mentaliteit. Dus ik word 's ochtends wakker. Dus 6:30, 7. Ik douche gauw, zorg dat ik klaar ben. Lekker eten met mijn vrouw en mijn kind. Meestal nog even spelen en dan ga ik naar kantoor. Meestal ja, e-mail en support, eerst een beetje. En dan ga ik aan de dingen beginnen waar ik bezig moet zijn. En tegenwoordig ga ik dus echt rond 5 uur echt naar huis toe. Omdat ik gewoon lekker wil eten, s'avonds thuis. Lekker bij je kind kan zijn. Ja, en, precies. En, dus ja, eten, een beetje spelen, naar bed doen. En dan meestal ga ik weer wat doen. Dus mijn dag is redelijk in blokken ingedeeld. Ja, simpelweg om de reden dat je dat moet gewoon als je een kind hebt. Ja. Daarvoor was het veel meer wat minder strikt, zeg maar. De ene keer was ik heel vroeg weg, de andere keer was wat later weg. Kom ik ook weer later thuis en dat is nu heel erg, ingericht. Ja. Ja, redelijk standaard. En waar ben je de laatste weken heel erg mee bezig? Want je zegt, in de ochtend doe ik support, een beetje e-mail. Ja. Wat is dan gemiddeld een beetje wat de rest van de dag doet? Ja, dat is een beetje het kenmerk van een start-up natuurlijk, dat je echt alles doet. Dus dat is een beetje waar je toch mee bezig bent. We zijn nu een nieuwe functionaliteit aan het bouwen, dus daar zijn we heel druk mee. Dus ik bouw ook nog heel veel dingen. Okay. Ontwerpen, bouwen. Maar ook de voorbereiding van de lancering, dus PR en marketing en allerlei andere dingen. Dus het is heel erg, het varieert heel erg. We focussen ons nu ook steeds meer. We zijn niet echt, we noemen het zelf B2C. Het is niet echt consumenten, het zijn professionals die ons platform gebruiken. We zijn nu ook iets meer op B2B aan het focussen. Okay. Dus tegenwoordig doe ik ook steeds meer gewoon outreach naar bedrijven. Een soort account management-achtige dingen. Echt van alles. Je bent natuurlijk altijd met grote brokken bezig. Maar vaak is het ook wel een beetje baan van de dag. En waarom is dan dat je een beetje de switch hebt gemaakt naar bedrijven? Wordt het intern ook veel gebruikt, je tool? Ook wel, ja. We zijn eigenlijk, om even helemaal terug te gaan, begonnen als een tooltje om nieuwsbrieven te maken. Toen op een gegeven moment hebben we gezegd, dit is zo makkelijk en zo leuk voor iedereen die informatie wil delen, dat eigenlijk iedereen een nieuwsbrief zou moeten sturen. Dat geloven we in principe nog steeds. Maar in het afgelopen jaar zien we dat er steeds meer journalisten en schrijvers het gebruiken. En daar focussen we ook steeds meer op. En vanuit die schrijvers, journalisten merkten dat er ook steeds meer vraag kwam vanuit uitgevers. Dus we focussen nu ook specifiek op uitgevers. Dus we hebben nu ook een set van functionaliteit gebouwd waarbij uitgevers meerdere nieuwsbrieven kunnen beheren. Waar ze een soort approval workflow hebben. Dus dat een eindredacteur een nieuwsbrief goed kan keuren voordat hij de deur uitgaat. En eigenlijk ook heel simpelweg een beetje gedwongen, omdat we merkten dat de groei niet hard genoeg was. Zeg maar op de consumentenkant. Ja. En we hier de vraag voor kregen. Zijn we hier meer op gaan focussen? En dat gaat hartstikke goed nu. Dus, Gaaf. Ja. Hey, als we nog iets teruggaan voor Revue. Ja. Je hebt twee ondernemingen ben jij gestart. Ja. Die heb je ook weer verkocht. Maar wat heb jij daarvoor? Hoe ben jij gaan ondernemen? Wat is daarvoor allemaal gebeurd?
Ja, dat is een goede vraag. En voor mijn gevoel, dat echt het moment dat, dat we echt, wat is ondernemen, maar echt zijn ondernemen is de eerste start-up in 2008 vanuit de universiteit. Maar daarvoor was ik eigenlijk ook altijd al bezig met ja, dingen voor mezelf doen. Dus op mijn, voor mij mijn 14e, toen ik op de middelbare school zat, toen het internet een beetje groter werd, heb ik al een keer weet je, flyers geprint en bij bedrijven door de deur gedaan van hey, wil je een website, dan ga ik het weer maken. Dus ik was er wel mee bezig, maar weet je zo, erbij, van de leuk. Ik had nog wel, op de HBO had ik nog wel een soort van een bedrijfje waar we wat dingen deden. Ik heb nog een aantal anderen, ook in de avonduren, nog een ander bedrijfje gehad, die, waarmee we een soort, toen was Flash nog heel groot, waar we een soort ad for games maakten. Dus het waren, dat was toen een tijdje dat het helemaal in was, dus een soort een advertisement, alleen dan in de vorm van een spel, die maakten we voor bedrijven. Okay. Maar het was allemaal ja, wel leuk, maar het was een beetje erbij. Totdat ik op de universiteit met drie andere jongens Juno begon, eerste bedrijf. En dat startten we in eind 2007, begin 2008. En na 8 maanden zijn we gestopt met studie en volle bak daarop gegaan. Dus dat was voor mij wel gevoel dat echt de eerste keer ja, echt gewoon vol daarmee verder gingen. Dus je hebt je studie ben je gestopt om... Ja. Okay. Ja, en nooit meer afgemaakt. En hoe was het dan om die stap te maken? Dat is toch wel een beetje een... Nee, ik was daar niet zo... Ik was daar misschien te makkelijk in of zo. Okay. Er was één andere jongen die had er meer moeite mee. Die is ook na de verkoop zijn studie af gaan maken. Oké, okay. Knap. Gaaf. Ik had er wat minder moeite mee. Ja, ik vond het wel best. En zeker toen bleek dat het gewoon allemaal prima ging. En weet je wel, veel ervaring opgedaan. Had er super veel geleerd. En, dus ik heb in die... dat 3 jaar gedaan, 3,5 jaar. Ik denk dat ik echt meer geleerd dan ik in 20 jaar universiteit zou kunnen leren. Ja, Dus toen had ik eigenlijk wel zoiets van prima. Mijn moeder die had er heel lang moeite mee. Die zei, ga nou je studie afmaken. Tot op een gegeven moment, ook al iets later, zeg maar, nou oké, het is wel prima. Het zit wel goed. Het is wel goed. Je kan er wat uithalen. Ja, precies. Ja. Dus, ja. Het is ook een beetje een soort romantisch verhaal, hè? Dat je dan... college drop-out. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje een cliché verhaal. Maar ja, zo is het wel gegaan. Het is wel van echt vanuit de universiteit begonnen. Dus dat was een vak, dat heette ICT Entrepreneurship. En daar moesten we met een idee komen. En we hadden dit idee bedacht. Okay. En dan moesten we moesten 3 ideeën aandragen. Dus daar hebben we nog een soort van 2 bij bedacht. Zo, nou, dit, we moeten die 3 hebben, maar vooruit. Ja. Maar ze vonden dit al gauw goed. Dus zijn we hier mee verder gaan. Nee, overigens de enige 9 die ik op de universiteit gehaald heb. Was het voor dat vak. Dat vak. Ja, ja, en ja. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Die vraag schiet me dan te binnen. Als je bent dus met klasgenoten ben je dat begonnen? Ja, met z'n 4. Okay. Ja, met de studenten. Ja. Kennen jullie jongens, waren dat echt maten al van eentje je? Wel, nou, eentje daar leren kennen ook. Goede klik mee. En toen was dat vak en toen kwamen een paar andere jongens die we kenden en zeiden, laten we het samen doen. En we hadden een mooie combi. We hadden 2 man, ik en die andere jongen, allebei technisch. In ieder geval productgedreven. En die andere 2 jongens waren veel meer commercieel gedreven. Dus het was een hele goede combi. En dat heeft ook eigenlijk altijd goed gewerkt. Dus, terwijl, lijkt me wel, ook wel aftasten. Kijk, je kent die jongens van de studie en je kent ze tot een bepaald niveau. En dan ga je echt samen ondernemen. En dan op een gegeven moment wordt het groter. En dan... Ja, nee, het is, je kan, ik denk dat de trouwen minder impactvol is dan samen een bedrijfje beginnen, zeg maar. Het is wel echt een hele flinke commitment. En in principe zeggen ze dat van, hey, je moet je co-founders goed zoeken, je team en ik wat. En daar zijn ze echt ingesprongen. En dat is gelukkig eigenlijk hartstikke goed gegaan. Gaaf. Tuurlijk, het is altijd moeilijk. Je hebt altijd een keer discussie en zo. Maar nee, dit was wel, hadden we wel geluk bij. Ja, dat kan me voorstellen. Dat was een goed team. Had ze ook de andere kant op kunnen gaan dat je na een paar maanden zegt, jongens. Ja, dat is een van de, als je kijkt naar de top 20 redenen dat bedrijf niet lukken. Is voor mij de top 5 ergens staat wel inderdaad dat de co-founders niet samen kunnen werken. Dat geloof ik graag. Ja, geloof ik gelijk. Er komt zoveel druk op je af en toe. Dat moet wel echt goed blijven gaan. Ja. En nadat je dat bedrijf hebt verkocht? Ja. Wat ja, part of the deal was dat we een jaar zouden blijven minimaal. En welk bedrijf heb je het verkocht? AFAS. Okay. Ja, en dat was... ik was al niet zo... Ik stond al niet zo te springen om daar een jaar te gaan werken. Is het toch vaak dat part of the deal is? Ja, bijna altijd. En wij hadden een jaar, dat is nog vrij kort zelfs, afgesproken. Maar het is nog wel langer. Maar dat was ook niet echt mijn omgeving. En dat lag, ik weet niet waar het dan lag, lag onder andere aan mij. En ik denk dat zij er niet zo heel goed over nagedacht hadden van wat voor impact heeft dat. Als er ineens 4 van die gasten die eigenlijk elke dag doen waar ze zin in hebben, ineens in een soort geolied, gestructureerd bedrijf komen. Dat werkte niet, voor mij in ieder geval niet. Een van de jongens werkte nog steeds, dus voor hem werkte het heel goed. Oké. Okay. Ik ben denk ik gewoon een beetje te eigenwijs of zo. Dus ik zou een jaar blijven en na 8 maanden zei ik, jongens, dit gaat nog niet worden. Toen heb ik netjes mijn jaar afgemaakt en toen zijn we uit elkaar gegaan. En dat was prima.
Dus ja, dat was even een jaartje. Wat miste je dan een beetje de vrijheid van een start-up? Ja, ik denk het. Ik denk het. Moeilijk. Ik denk inderdaad. Normaal weet je, ben je met alles bezig. En dat vind ik juist ook heel erg leuk. Ik vind het leuk om alles te doen. Weet je, ik vind het vreselijk om 40 uur per week alleen maar te programmeren. Ik vind het vreselijk om 40 uur per week alleen maar designs te maken. Of alleen maar dit. Ik vind het leuk dat je alles kan doen. En in een groot bedrijf werkt dat gewoon niet zo. Nee. Dan heb je gewoon afdelingen en rollen en weet ik het allemaal. En dat is niet mijn ding. Niet helemaal jouw cultuur daarmee. Nee, groep dus mensen. We zijn uit elkaar gegaan. Prima. Dus toen heb ik ging ik eens nadenken van wat ga ik nu doen. Eigenlijk ging ik daar ook weg, want ik had een klus als frontend ontwikkelaar bij een vriend die had een grote klus aangenomen bij KWF. Okay. Ik zocht nog een frontend ontwikkelaar. Ik zei, nou prima, ja. 3 dagen in de week. Ik denk, nou, dat geeft mij mooi de mogelijkheid om wel lekker bezig te blijven. Maar ook om gewoon koffie te drinken en met mensen te praten. En, ja. We hadden het net over hadden van, ja, je moet niet geforceerd mensen bij elkaar zetten. Geloof ik ook dat je niet heel geforceerd met een idee. Ik moet nu op zoek naar een idee, zeg maar. Dus ik dacht, nou, als ik gewoon koffie ga drinken, mensen gepraat, dan loop ik wel ergens tegenaan. En dat gebeurde na een maand of 8. Een jongen die ik al een aantal jaar kende, ook vanuit zeg maar, de start-up wereld, zat ik mee te praten. Die zei, ik heb nu een idee. Apple komt met iets nieuws, dat heet Passbook. Dan kun je pasjes op je telefoon en weet ik het allemaal. Dus nou, dat is interessant. Moet eens kijken of we daar iets mee kunnen. Een van de oprichters van Juno ook, die werkte ook nog bij AFAS, gezegd, kom er ook bij. Dus die is toen ook gestopt daar. Iets later. Okay. Ja. We zijn met z'n drieën Fosbury begonnen, waarbij we dus focusten op Apple Passbook technologie om retailers te helpen. Klantenkaarten, kortingskaarten en dergelijke te digitaliseren op je iPhone. Ja. En hoe lang heb je die onderneming gehad? 2 jaar. Okay. We denken ook zo eind 2013, 14. Ja, eind 2012 was dat. Dus eigenlijk officieel zijn we in januari 2013 begonnen. Dat hebben we 2 jaar gedaan. Daarmee zijn we door Techstars heen gegaan. Dat is een startup accelerator in Austin, Texas. Super cool. Super gave ervaring, inderdaad. Na een jaar kwam erachter dat met die pasjes, dat was allemaal nog te nieuw en we waren echt veel te vroeg. Was er een andere techniek, dat heette iBeacon technologie van Apple. We dachten, nou, dat is een soort, een beetje hekel aan het woord, maar een soort pivot. We gaan meer daarop focussen en we houden het eerste product ook, want dat loopt op elkaar aan. Kijken of we daar iets mee kunnen. Daar kregen we heel veel aandacht voor. Mensen vonden het allemaal reet interessant, maar niemand ging tegen kopen. Dus na 2 jaar dachten we, ja shit, weet je, je zegt net van, ja, we hebben 2 verkocht. Oké, maar dit was meer een soort van soft landing. Ja, ja, precies. Weet je, we hadden echt wel mooie technologie gebouwd. We hebben echt wel mooie dingen gedaan, maar het was gewoon nog te vroeg. En toen was er een bedrijf uit Amerika die hetzelfde zag als wij, alleen wel de adem had om dat gewoon heel lang uit te zitten, zeg maar. En die zei, nou, we willen uw techniek wel overnemen. Dus uiteindelijk hebben we daar onze techniek aan verkocht. Oké. Dat is, zeg maar, dat traject zijn we eind 2014 ingegaan. En is officieel zo ongeveer mei 2015 afgerond. Dat heeft een maand of 6 geduurd. En heb je daar dan heb je ook nog even moeten zitten? Nee, dat is puur techniek. Okay. Dus dat hebben we overgegeven, want hebben we gerebrand en hebben we op hun service gezet. En daar hebben we echt wel een paar maanden mee bezig geweest. En in die tijd ben ik Revue begonnen. Dus ik was daarmee bezig en dat was dus echt zeker als voor een productbouwer niet interessant. Ander logo erop en technische dingen en bla bla bla. En overhevelen van dingen, dat is natuurlijk niet heel het hoort erbij. Maar, dat is echt werk, ja, precies. En toen dacht ik van ja, die haal ik geen energie uit. Ik wil even wat tofs bouwen. Dat is niet eens de bedoeling, wat ik net al zei, om voor dit interview. Om echt een start-up weer te beginnen, maar gewoon van hey, ik wil iets leuks doen, iets voor mezelf. Ja. Nou, toen had ik dus, was januari 2015. Het was al een idee wat een klein beetje in mijn hoofd zat. Nog niet heel erg uitgekristalliseerd, maar ik volgde een aantal mensen op Twitter en ik merkte dat ik gewoon een heleboel miste. Weet je, Benedict Evans is altijd het voorbeeld wat ik gebruik. Die deelt een heleboel over de mobiele technologie. Super interessante vent. Maar echt lastig. Andere tijdzone, Twitter wordt echt overspoeld. Weet je moet de hele dag op Twitter zitten, wil je dat volgen. En toen zag ik dat hij een nieuwsbrief had. En toen dacht ik, hé, dat is interessant. Ik vind e-mail altijd al een mooi medium. Het werkt gewoon heel goed. Weet je, het is in je inbox en mensen lezen gewoon e-mail. Ik dacht, dat is wel interessant. Dus die combineert zeg maar, het delen van de content die hij leest, content curatie, via nieuwsbrieven. Ik dacht, oh, dat is wel tof. Maar het was niet echt een tool die dat heel makkelijk maakte. Nou, je hebt Mailchimp, je hebt Campaign Monitor, maar dat is echt gefocust op hoe verkoop ik producten, hoe verkoop ik mijn bedrijf en niet op het delen van content. Toen dacht ik, nou, weet je, dat is wel een leuk project, daar ga ik eens induiken. Dus ik ben, terwijl we bezig waren zeg maar, met overleven van die techniek en dergelijke, wat zeg maar
het was ook met een Amerikaanse club, dus het was ook vaak gewoon tijdverschil en zo. En soms dan moest ik 2 dagen aan werken en dan moesten we een week wachten. Dus ik had tussendoor prima tijd om nieuwe dingen te doen. Ben ik dat gaan bouwen. En na 4 weken dacht ik, nou, nu heb ik een versie die ik aan het publiek kan laten zien. En toen heb ik dat een product hunt laten zetten. En toen ineens vond iedereen het super vet en had ik ineens heel veel gebruikers na 2 weken en kreeg ik super veel feedback. Ik weet nog dat ik toen echt een keer om 4:30 s'ochtends wakker werd en gewoon eruit gegaan ben en gewoon weer verder gegaan en alle feedback gaan lezen. En weet je wel, daar word ik heel enthousiast van. Dingen maken, mensen gaan het gebruiken en je krijgt feedback. En, dus ik werd er echt super enthousiast van. Dat was wel echt een mooie tijd. En toen ben ik dat verder gaan bouwen en ik ben een soort betaalde versie gaan bouwen om te kijken van vinden mensen het zo interessant dat ze ook gaan betalen. Ja. En dat gingen ze ook al een beetje doen. En ik dacht, ik heb hier iets, weet je wel. Er zijn natuurlijk verschillende fases van validatie. De eerste validatie was aan wat vrienden laten zien, oh ja leuk, weet je wel, cool, misschien moet je dit en nadenken, misschien moet je daarover nadenken. Dan lanceer je, gaan mensen het gebruiken, dat is de volgende validatie. Ja. Maar ja, voor mij was de ultiemere validatie van gaan mensen ook echt betalen voor. Nou, dat gebeurde dus mondjesmaat nog, maar ik bedoel, ze deden het wel. Dus toen, zeg maar in mei ongeveer, eind april, was Fosbury klaar. En toen dacht ik, ik moet hier mij gewoon mee verder. En toen liep ik tegen Nalde aan, de oprichter van WeTransfer. Toen kreeg ik een mailtje van Nalde in het Engels van, wow, this is really cool. En kan ik een gratis account krijgen? Ik zo Nederlands teruggestuurd. Ja, tuurlijk. En leuk dat je het zo tof vindt. En toen zei hij, oh cool, hoeveel mensen ben je? Ik zei, nou, ik ben in mijn eentje. Ja, het is een beetje een soort fun project, maar ik heb wel het idee om ermee verder te gaan. Ja. Oh, laten we morgen een kop koffie doen. Ik zei, oké, is goed. Dus, dat was op een donderdag, vrijdag na, zat ik koffie te doen bij Nalde. Dat was natuurlijk super cool. Ik bedoel, Nalde is een inspirerende persoon. Ja, ja. In de tech scene toch wel een naam, zeg maar, in Nederland. En toen hebben we denk ik 4-5 vrijdagen achter elkaar, ben ik daar ook weer langs gegaan. Bij Present Plus zat dit toen nog. Ja. En die hebben toen besloten om te investeren vanuit Present Plus. Super cool, ja. Was dat ook voor jou een bevestiging dat je denkt, oké, hier zit dus echt wel als hij ook zegt van... Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Wat ik net zei, het zijn elke validatie of bevestiging in stappen. En dit was alweer echt een grote stap. Dat, oh ja, weet je, hier willen mensen ook gewoon geld in stoppen. Super cool. Dus toen ging ik verder over de zomer doorgegaan. En toen eind zomer dacht ik, ja, dit is cool, maar ik kan wel iets bouwen. Maar ik ben niet een onwijs goede programmeur of zo. Ik heb echt iemand nodig die dat gewoon op zich kan nemen. Echt de hele verantwoordelijkheid voor de techniek. En dat is, daar hadden we het net ook al over, het is heel moeilijk om je, zeker je medeoprichters bij elkaar te zoeken. Dus ja, ik denk, ik moet iemand hebben die ik, waar ik goed mee door de deur kan, die ook misschien heel goed is. En ik denk, ja, dat is wel een mogelijke taak. En toen had ik het geluk dat een van de eerste medewerkers van Juno, werkte nog bij AFAS, die was meegegaan. En die stopte bij AFAS. En ik af en toe had ik contact met hem en toen kwam ik met hem in contact. Zijn huidige co-founder CTO, Mohammed. En ik zei, voor mij moet je gewoon lekker mee gaan doen. Ja. Dus die heeft eerst 3 maanden een beetje freelance-achtig. Zo van, laten we eens kijken of dat gaat werken. Ja. Toen zei hij, laten we het gewoon doen. Gaaf. Dus super tof. Ja. En vanuit daar is het wel redelijk in de versnelling geraakt. Dus toen ging harder groeien en er kwamen wat meer mensen bij. En, toen werd het wel wat serieuzer. Ja. Ja. En hoe heb je toen, want oké, dus je hebt het geluk dat types zoals Nalden je tool gingen gebruiken. Ja. Dus krijg je natuurlijk ook wel wat aandacht mee. Ja, zeker. Zij hebben een aardige following. Ja. Wat heb je nog meer gedaan om dan review naar buiten te krijgen? Ja, na het eerste jaar eigenlijk niet zoveel. Was het echt word of mouth. Dus mensen als Nalden het gingen gebruiken. En natuurlijk op Twitter actief zijn. En ook echt wel actief mensen benaderen. Ook via mail. En gewoon de hele tech community. Weet je, het was heel erg binnen de tech nog. En dat is logisch, want dat is de omgeving waar we in zitten. Ja. In 2016 zijn we al iets meer gaan testen met dingen en zo. Begin 2016 is er een freelancer bijgekomen. Daar had ik al eerder mee gewerkt. Een Mark. En die is meer op daar gaan focussen. Hoe kunnen we dat meer laten groeien? Ja. Testjes met advertenties, testjes met content, allerlei dingen en zo. Maar dat bleek nog wel echt heel moeilijk. Maar gelukkig ging dat hele organische aspect ging heel goed. En dat bleef lekker doorgaan. Dus zeker begin 2016 groeiden we 30% maand over maand. In een aantal gebruikers. Dat is lekker. Ja, ja. Natuurlijk nog lage aantallen, dus dan is het wat makkelijker om 30% te groeien. Maar goed, toen begonnen ook investeerders dat te zien en zo. Dus in 2016 hebben we een nieuwe ronde gestart. En toen hebben we 4 ton opgehaald. En daar was Nalde persoonlijk de eerste die instapte weer. Ja. Dat is ook weer super tof. Dus die geloofde nog steeds zo in dat hij gewoon weer mee wilde doen. Dus want je hebt een aantal mensen hebben jou geïnvesteerd persoonlijk, toch? Of is angel investeerders, hè? Dus inderdaad. Ja. Er zitten ook wel 2 fondsjes in, zeg maar. Okay. Maar dat zijn wat informelere fondsjes. Niet echt, zeg maar, wat je
En VC's, niet nee, dat het kleiner, zeg maar. Ja, precies. Ja, en dan zijn we al aardig doorgegroeid. Nou, om het verhaal af te maken tot nu, waar we nu staan. Dus dat groeide lekker. En toen begin 2017 gingen we weer met alle investeerders zitten. En vertellen van waar staan we, waar gaan we naartoe. En we wisten wel van, het gaat goed. Het gaat zeker niet slecht, maar het moet eigenlijk harder. Nou, en toen ging we met de investeerders zitten. En die zeiden ook van, hey, jongens, zo ga je het niet halen, denk ik. Weet je, nee. Het is best wel goed, maar wil je over een jaar, dus zeg maar nu, weer geld ophalen. Ja, dan moet je echt wel harder groeien. En toen kwam een beetje tussen, ik zeg een beetje tussen wal en schip. Namelijk, we focusten op groei en niet op omzet. Maar we groeiden niet hard genoeg om een vervolgronde op te halen een jaar later. Maar we verdienden ook niet genoeg om ons broek hoog te houden. Zeg maar. Ja. Dus ja, hoe gaan we dat oplossen? We hebben echt een hele fijne groep aan investeerders. Dus die zijn allemaal heel constructief, zijn erover na gaan denken. Toen zijn we weer terug naar kantoor gegaan en gedacht, nou, hoe gaan we nou zorgen dat we harder gaan groeien? Dus hebben we lang over nagedacht, oké, dit gaan we doen. We gaan 3 maanden lang gaan we een iets andere aanpak doen. En dan gaan we, over 3 maanden moeten we hier staan, op een bepaald punt. Ja, prima, dat gaan we doen. Maar na 1,5 maand keken Mo en ik eraan en dachten van, ja, dit gaan we niet halen, dat punt. Okay. Dachten, ja, shit, we kunnen nu blijven proberen. En dan, zeg maar, augustus, september, oktober, achterkomen dat geld op is. En dan is het klaar. Dus toen hebben we helaas een harde beslissing moeten maken om te zeggen tegen 2 mensen van, ja, sorry, maar we gaan terugschalen. Ja. Dus we waren toen met z'n 4 en een freelancer met z'n 5. En toen hebben we tegen twee mensen gezegd van, ja, sorry. Wat super kloot is, super pijnlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Super slecht, want ik vind het echt super vervelend voor die mensen. En het werkt allemaal echt hartstikke goed. We hadden een leuk team en iedereen werkte hard. En ja, dat is gewoon de realiteit van een start-up. Je moet testen en als dat niet blijkt dat het niet werkt, moet je iets anders. Moet je schakelen, ja. Anders doen. Dus dat hebben we gedaan en toen zijn we over de zomer, zeg maar, waar we mee begonnen, de nieuwe set van functionaliteit gaan bouwen die meer gefocust is op uitgevers. Dat hebben we na de zomer gelanceerd en we zijn toen onze prijzen gaan verhogen. En dat samen heeft er geresulteerd dat we nu al bijna richting break-even gaan. Gaaf. Dus de omzet is best wel hard aan het stijgen nu, dus dat is heel fijn. Dus onze runway is inmiddels al heel veel verder, al 2 jaar verder of zo, denk ik. Waar we eerst echt nog wel, zeg maar, eind 2017, als alles zo door zou gaan en niet meer zouden doen, zou het ongeveer eind 2017 zijn en nu zijn we al een stuk verder. Dus nu zijn we iets meer ook B2B aan het doen. En dat gaat hartstikke goed. En nu staan we op punten waar we moeten gaan kijken van hoe gaan we nu verder. Is het is dat tegenwoordig een beetje een dingetje dat je uiteraard je hebt geld nodig om te groeien, mm-hmm. maar dat je van kijkt naar oké, hoe kunnen we naar de volgende ronde? Is dat? Nee, dat is natuurlijk heel erg, zeg maar, Silicon Valley startup stijl van ronde naar ronde. En in die zin was dat niet. Nou, weet je, we waren wel een beetje in die zin on-Nederlands haast bezig. We waren echt op groei aan het focussen. En echt gewoon geld ophalen. En dan schalen. Kijken of we dan een grote ronde mee op kunnen halen om echt door te knallen. Want wij geloofden en geloven nog steeds dat dit echt heel breed gebruikt kan worden. Ja. En nieuwsbrieven blijft wel een soort lastig dingetje, een drempel, zeg maar. Maar wij maken het echt zo eenvoudig. En dat willen we. Ja, we willen dat iedereen dat kan doen in principe. Want je logt in en je ziet gelijk al gelijk beginnen met typen en je voelt content toe en versturen. Ja. Weet je? En iedereen in een bepaald vakgebied kan dit doen. Weet je, we hebben wel eens gekscherend gezegd in het begin, ja, zelfs mensen in de bouw kunnen dit gebruiken. En dat gebeurt ook nu. Weet je, mensen die over de ontwikkeling in de bouw dingen delen. Of mensen over voedsel, of over fashion, of over muziek, of over, nou ja, op onze site staan allerlei categorieën. Er wordt over heel veel dingen wat gedeeld. Dus het kan, weet je, heel veel mensen kunnen het gebruiken. Maar zeker de afgelopen jaar zien we steeds meer journalisten en schrijvers. Maar goed, om terug te komen op die investeringen, we zijn dus wel eerst die route ingegaan van iedereen kan dit gebruiken. Hè? En we willen gewoon heel groot groeien, en dat willen we in principe nog steeds. Maar ja, als je merkt dat dat nog niet helemaal gaat, dan moet je net even een andere route nemen. En dat hebben we nu gedaan. Dat, vooralsnog lijkt het erop dat dat zich uitbetaalt. Gaat. Dus dat is heel fijn. Maar onze visie waar we naartoe willen, is eigenlijk nog wel redelijk onveranderd. Maar misschien meer. Je gaat nooit in de rechte lijn naartoe, zeg maar. Nee. Dus ik denk dat dat een beetje, dat we nu een beetje aan het doen zijn. Een beetje een soort een omweg naar diezelfde, naar hetzelfde eindpunt toe. Ja. Ja. En ik ben benieuwd, wat denk je dat het succes achter jullie tool is? Oef. Ik denk, eenvoud staat wel heel erg hoog, denk ik. Het is echt heel simpel. Vergeleken met Mailchimp bijvoorbeeld, was zeg maar 10 jaar geleden een new kid on the block. En wat is het ineens makkelijk om nieuwsbrieven te sturen? Dat is niet helemaal het geval meer met Mailchimp. Nee, nee. Dat is ook best nog wel lastig. Dus dat is één. Het is bij ons meer bloggen dan een nieuwsbrief versturen.
Ik denk dat dat mooi omschrijft. En twee, zeker nu, is dat wij echt op wat we noemen redactionele nieuwsbrieven focussen. En daar zijn eigenlijk geen andere tools die dat nu doen. Okay. Dus bijvoorbeeld Mailchimp kan je natuurlijk hetzelfde in principe mee doen. Maar dat was al toen wij begonnen zo, maar die bewegen steeds meer richting commercie. Dus als je nu op een site komt, staat er niet meer met Mailchimp kun je e-mail sturen. Nee, met Mailchimp kun je meer producten verkopen. Weet je, echt, gaan echt die kant op. Ja. En ze hebben een integratie met advertentieplatformen. En ze hebben zelfs een algoritme die kijkt in jouw webshop welk product je het beste naar welk persoon kan sturen. Echt gefocust op commercie. En wij zijn echt gefocust op redactionele nieuwsbrieven. Ja. En ik denk dat dat... En ik moet zeggen dat dit wel een... Nou, niet een realisatie, maar dit gaan we steeds meer verwoorden in de afgelopen maanden. Dat is een beetje organisch gegroeid. Dit is wel echt ons onderscheidend vermogen nu, denk ik. Dus eenvoud en het feit dat we echt op die redactionele kant zitten. Ja. Nou ja, heb ik jullie tool uitgebreid bekeken. En dat viel mij inderdaad ook op. Dat gewoon de simplicity erachter, de eenvoud. Ja. En nou, ik denk dat daar misschien ook een goede match met Nalden heeft gezeten. Want die zijn er natuurlijk ook heel erg mee bezig. Ja. Ja, dat is wel grappig inderdaad. Ja, hij heeft wel eens parallellen gemaakt, ondanks dat het hele andere producten zijn, WeTransfer en WeView. Dus heeft hij wel wat parallellen tussen getrokken inderdaad. Misschien dat hem ook wel interesseerde inderdaad. Hij vond, dat zal. Is dat ook iets wat jij heel gaaf vindt, als iets gewoon heel simpel is? Ja, dat is wel een beetje, ik vind het heel tof om producten te bouwen. Dat is wel echt mijn ding, zeg maar. Maar ik vind het heel tof om dingen eenvoudig te maken. Ja. En ondanks dat ik drie hele verschillende bedrijven heb gehad, hebben ze alle drie wel een beetje dat gedaan. Namelijk de eerste keer een soort persoonlijk huishoudboekje bijhouden. Dat is in principe wat we deden. Dat kon altijd al met pen en papier of met een Excel, maar we maakten het echt heel eenvoudig. Je importeerde je transacties en het werd mooi gepresenteerd. Met Fosbury, wat echt compleet iets anders is, maar weet je, pakten we een techniek die niet super moeilijk was, maar voor de gewone retailer of de gewone marketeer was dat niet te doen. Dan had je echt wel veel technische hulp nodig. En wij bouwden daar een laagje overheen, zodat elke marketeer het kon gebruiken. Ja. Dat is nu met Revue een beetje hetzelfde. Een nieuwsbrief is niet super complex. Weet je, als je erin duikt, dan kan het allemaal wel. Maar wij maken het weer echt heel eenvoudig. Ja. Dat iedereen het kan doen. Dus er zit wel een beetje een soort trend in, zeg maar. Denk je dat het ook essentieel is als je een... Nou ja, laten we even een online business dan kijken. Denk je dat eenvoud daarbij wel... Ik vind van wel. Ja, ik vind dat je zoveel mogelijk drempels weg moet nemen. He, zodat mensen zo eenvoudig mogelijk dingen kunnen doen, zeg maar. Ja. Ik wil niet zeggen dat het per se... Het bepaalt niet succes, zeg maar, per se. Er zijn genoeg tools die echt niet te gebruiken zijn, die super succesvol zijn. Ja. Maar ik geloof dat het wel een hele belangrijke, belangrijk onderdeel ervan is, ja. Ja, zeker. Zeker sinds... Nou, ik vind de tijdlijn altijd moeilijk, maar... Weet je, eerst toen, in het begin van het web, toen was alleen het feit dat het mogelijk werd al, zeg maar, onderscheidend. Ja. Dan kon je dingen bouwen en dan hoefde dan niet super eenvoudig te zijn, maar dat was allemaal onderscheidend. Maar ja, het wordt steeds makkelijker om hele dingen te bouwen die heel goed uitzien. Ja. Dus het wordt ook steeds belangrijker om je daarin te onderscheiden, zeg maar. Dus ja, het moet goed uitzien, het moet makkelijk te gebruiken zijn. Nou, dat vind ik ook altijd wel mooie dingen om mee bezig te zijn. Ja. Met hoe gaan mensen, je onboarding, hoe komen mensen binnen, hoe neem je ze aan de hand om dingen te doen, hoe haal je al die drempels weg. Dat vind ik wel echt mooi. Ja. Is dat als je kijkt naar, wat is eigenlijk dus je derde, nou ja, laten we zeggen, serieuze onderneming. Ja. Als je, dus die eenvoud is wel een overeenkomst wat in alle drie zit. Ja. Zijn er nog meer dingen die vergelijkbaar zijn bij elkaar? Overeenkomsten hebben. Waar je dacht van, kijk, dat heb ik wel echt, dat heb ik de eerste meegenomen, dat heb ik in de tweede ook doorgevoerd. En nu ook weer. Oh. Zoveel denk ik, maar ik vind het lastig. Ja, denk dat bij mij echt wel het eenvoudig maken van dingen, dat is wel echt het grootste ding, zeg maar. Ja, en gewoon, weet je, ik vind het vet om producten te bouwen die mensen gaan gebruiken. Dus daarvoor vind ik dit is wel een product dat tot nu toe het beste bij me past. Zeg maar, het ligt dichter bij me, zeg maar, in dingen die ik interessant vind en dergelijke. Ik bedoel, de eerste vond ik ook superleuk, maar ik ben zelf niet heel erg bezig met inzicht in mijn financiën en dergelijke. Nee. Dit ligt echt dicht bij jou. En dit ligt veel dichter bij me, zeg maar. Ja. Maar over het algemeen vind ik het gewoon cool om producten te gebruiken die veel mensen gaan gebruiken, of in ieder geval de potentie dat veel mensen gaan gebruiken. Ja. En zeker Fosbury was veel meer niche, dus dan moest je het echt hebben van een handjevol gebruikers, zeg maar. En dan vind ik dit veel leuker, zeg maar. Ja, dit is meer voor de massa. Ja, ja, dat vind ik wel echt leuk, hoor. Echt massa producten bouwen, zeg maar. Gaaf. Maar dat is ook wel extreem moeilijk. Dus
Nou ja, zeker om als je nu kijkt, denk je, nou, je hebt nu 30.000 gebruikers. Hoe ga je zorgen dat je een ton en uiteindelijk... Ja, misschien wel. Ja, ik weet niet. Maar ik moet wel zeggen, er zit ook een aspect aan. En dat is dan de lezende kant. En dat is ook wel een beetje, als je kijkt van waar we naartoe willen met Revue. Nu heb je 30.000 schrijvers. En die sturen naar miljoenen mensen op ons platform. Die miljoenen mensen, die cateren wij natuurlijk ook. Ja. Weet je? En, ja. En dus, dat vind ik ook heel interessant. Hoe maken we het voor die lezers zo aantrekkelijk mogelijk en zo makkelijk mogelijk om al die content te vinden. En zeker als je kijkt naar van waar ik vandaan kom, hoe ik het begonnen ben. Ben ik echt, ik zelf ben een eindgebruiker. Consumerende gebruiker inderdaad. Ja, niet, ik had zelf niet onwijs de behoefte om nieuwsbrieven te sturen. Snap je? Dus ben ik heel erg vanuit begonnen. En daar willen we ook wel steeds meer naartoe. En dus we hebben al gezegd, je moet eerst zorgen dat je die sturende mensen krijgt. En dan kun je later die stap maken naar de lezers. En daar willen we zo snel mogelijk naartoe. Maar ja, dat moet allemaal wel kunnen. Ja, zoals, ik kan me voorstellen dat jullie focussen natuurlijk op de mensen die schrijven. Of die schrijven maken. Ja, maar je moet er wel continu de eindgebruiker in. En dan willen we ook wel meer richting die stap gaan maken. Meer richting de lezer. Dat we meer functionaliteit gaan bouwen voor de lezer. En dat is een lastige stap. En wat zijn dan functionaliteiten? Wat zijn dan stappen die voor de eindgebruiker... Ja, nou een beetje in grote brokken, maar meer het vinden van content. Dus niet alleen maar, oké, ik heb me ingeschreven voor deze nieuwsbrief, die krijg ik en dat is het. Als je het mij vraagt, over een paar jaar ga je naar Revue om interessante dingen te vinden. Ben je geïnteresseerd in politiek? Prima, hier heb je de meest interessante content. En misschien wel zelfs op artikelniveau, want we kunnen natuurlijk al die content in de nieuwsbrieven uit die nieuwsbrieven trekken en indexeren. En dan vind je die content en daardoor vind je weer de nieuwsbrieven. Ja. Snap je? En kun je dus weer de schrijvers helpen om weer meer volgers te krijgen. Ja. Zulke soort dingen, dat is wel echt functionaliteit voor de lezer. Ja. Je vertelde net dat je hebt drie bedrijven en wat daar overeenkomt. Maar wat is volgens jou essentieel? Wat zijn de belangrijkste factoren om een succesvolle onderneming te hebben? Ik weet niet of ik dat weet, want ik vind mezelf geen succesvolle ondernemer, maar... Nou, maar je hebt een aantal bedrijven verkocht, dus je weet wel wat. Ja. Man, dat vind ik echt zo'n moeilijke vraag dit. Ja, volgens mij is het belangrijk dat je flexibel bent, dat je een beetje kan schakelen. En zeker echt met de type startups die wij doen. Je moet een hoop testen en een hoop proberen en als dat niet werkt moet je weer het anders. Snap je? Dus je moet wel een bepaalde mate van flexibiliteit hebben, denk ik. Is dat dan als ondernemer of als in de organisatie, zeg maar? Nee. Maar misschien kunnen we de vraag iets anders stellen. Nee. Wat is essentieel als ondernemer? Welke eigenschappen moet je bevatten? Het zijn veel ups en downs, dat moet je tegen kunnen. Dus je moet een beetje. Het komt uiteindelijk ook wel een beetje in je doorzettingsvermogen, natuurlijk. Ik bedoel, want dat is wel uiteraard belangrijk. Nogmaals, zeker in internet startups, dat is het enige waar ik ervaring mee heb. Ze noemen het altijd rollercoaster, en dat is niet voor niks. Nee. Je hebt echt de hoge highs, en die zijn fantastisch. En dat is echt een soort dopamine, en daar doe je het voor. Maar ook echt een heleboel loos gehad. En echt op het moment dat ik dacht, oh man, er zijn zoveel mensen die zo vaak tegen mij zeggen, stop er nou toch mee, weet je wel. Ga nog gewoon lekker ergens werken op je gemakkie, en, weet je wel. Ja, dan moet je niet te veel door laten beïnvloeden. Nee. Dus dan moet je wel een beetje doorzettingsvermogen hebben. Ik denk dat dat wel echt belangrijk is. En dat bedoel ik misschien wel een beetje met je flexibiliteit. Je moet ook gewoon afscheid kunnen nemen van dingen. Oké, dit werkt niet, ik ga weer andere dingen doen. En zeker... Als je, weet je, zijn allemaal toch een beetje vakidioten. En vakidioten zijn vaak toch wel een beetje zo van, dit wil ik doen, dit ga ik ook doen, wat er ook gebeurt. Nou ja, daar moet je wel een beetje flexibel in zijn. Ik denk dat dat mijn antwoord is. Ik vind het heel moeilijk om daar een soort één lijn in te... Nou ja, ik stel de vraag aan iedereen. En de ene zegt, de ene die werkte in een wat traditionele organisatie en vertelde dat communicatie heel belangrijk is en dat je open bent en je gewoon kan zeggen wat je wil. Oh, ja. En de ander zegt doorgaan, niet te veel aantrekken van wat anderen zeggen. Ja, dat is ook waar natuurlijk. Het is altijd een balans tussen de twee. Ik zeg nu inderdaad van, je moet niet te veel met oogklep op, maar soms is het juist weer goed. Alles is een balans. Maar wat je net zegt, dat je open bent en dingen zegt, ik vind dat meer een soort...
haast gewoon goede persoonlijke kwaliteiten voor een mens in het algemeen, ja, zeg maar. Okay. Ja. Maar inderdaad, dat is ook belangrijk. En een passie voor het product? Ja, tuurlijk. Ja, ja. Anders dan is het niet, anders dan, weet je, dat merkt we ook waardoor, dat is niet waardoor de Fosmi minder succesvol is geworden. Dat had ook gewoon te maken met het feit dat we heel vroeg waren en misschien de markt er nog niet was, of helemaal niet is, geen idee, maar daar had ik echt om, hadden denk ik we minder passie bij het product. Ja. Dat merk ik nu veel meer. Daarom vind ik dit ook veel leuker. Het ligt veel dichter bij mezelf. Ja. Ik ben echt elke ochtend denk ik, hoppa, we gaan weer lekker eraan werken, weet je wel. Dat moet je wel hebben, anders dan wordt het een hele lange zin. Nou, je hebt uiteraard ook mensen die kijken naar het resultaat en als ze daar een boterham uit krijgen, dan vinden ze het top. Ja, die discussie heb ik wel eens met mijn vader gehad. Van, ik zei van ja, maar als je werk niet leuk vindt, moet je het anders gaan doen. Ja, ja, nee, maar er zijn heel veel mensen die hun werk niet leuk vinden, maar die moeten dat doen. Ik zeg, maar die zijn stom. Ja. Maar dat is een beetje generatie misschien verschil ook. Maar daar geloof ik wel heel erg in. Ja. Nee, als ik echt. Tuurlijk, er zijn ook, wat ik zeg, die ups en die highs en die lows, ze zijn echt wel eens lange lows, dat je echt een tijdje van baalt. Maar als je het niet echt leuk vindt, zeg maar, over het algemeen, dan moet je echt anders gaan doen. Ja. En zeker voor jezelf, zeg maar. Nou, het is wel grappig. Ik, in de vorige aflevering, die is gisteren online gekomen, en er was, die is organisatiesocioloog. Ja. En die vertelde dus dat onze generatie, dat die heel ontevreden zijn op werk. 80% van onze generatie zit niet lekker op de werk en die wil eigenlijk wat anders doen. Dat verklaart natuurlijk ook wel, tegenwoordig gewoon iedereen aan job hoppen is. Zeg maar. Ja, precies. Nou, het is ook niet, maar hij vertelde dus dat komt eigenlijk niet door ons, zeg maar, door de generatie. Maar het komt omdat de organisaties nog redelijk ouderwet zijn en dus helemaal niet faciliteren aan. Nou, dat geloof ik wel, ja. Nou, dat geloof ik wel, inderdaad. Nou, kijk naar het jaar dat ik bij AFI gezeten heb. Dat is allemaal eens warm bed, weet je. Je wordt er hartstikke goed, dat is echt knap van hun. Je wordt er hartstikke goed behandeld, je krijgt goed betaald, je bonus aan alle kanten, weet ik wat. Ja, echt super mooi. Dat was gewoon niet voor mij. Weet je, dan zeg ik iedereen, dat is toch hartstikke mooi, bla bla. Ja. En ik zag ook mensen, weet je, als je dat mooi vindt, als dat bij je past, is het fantastisch. Ja. Ja, het past gewoon niet bij me, dus dan ga ik het anders doen. Nou, er zijn mensen die dan kiezen van, ja, oké. Okay. Weet je, dit is mijn werk, ik doe dat en ik heb het hartstikke goed en daarnaast ga ik alle andere leuke dingen doen. Ja, zo zit ik niet in elkaar. Dat moet bij je passen, denk ik. Ja. Ja. Hey, en ik ben benieuwd, je hebt van je onderneming, hè? Je zegt net, toen Revue begon te groeien, ben je met freelance gaan werken. Uiteindelijk heb je alleen maar freelance, of heb je ook mensen echt... Nee, we waren dus, zoals ik zei, met z'n vieren en een freelancer. Oké. Okay, vieren, okay. Dus je hebt... Rick en Mo en twee mensen in dienst en die freelancer inderdaad. Ja. Ik ben heel erg benieuwd, waar let je op als je iemand aanneemt? Als je eerste medewerker. Oh, dat is wel echt een hele moeilijke vraag. Nou ja, omdat je hebt nu, nou ja, dus je derde. Daar bij die andere had je ook hulp, neem ik aan? Wat bedoel je? Bij je andere eerste, tweede, ja, precies. Bij Juno hadden we op een gegeven moment z'n 15e. Dus waar let je op als je eerste medewerker? Nou ja, als ik... Kijk, bij Revue, je bent op zoek naar iemand met natuurlijk bepaalde kwaliteiten, dat is één. Maar ja, iemand moet ook wel gewoon echt binnen het team passen. Ik geef gelijk echt toe, dit is ver weg van mijn sterkste kant. Dus ik heb daar ook alweer hulp bij, gelukkig. Ik bedoel, je moet een beetje generalist zijn, zeg maar, als je een start-up hebt. En de plekken waar je dat minder goed in bent, moet je dus hulp bij zoeken, dus dat heb ik gelukkig. Okay. Maar het is wel belangrijk dat iemand echt binnen je cultuur past, zeg maar. Het moet een beetje waardes delen. En dus dat is iets wat heel belangrijk is. Dus ja, je hebt een gesprek met iemand. en zeker in deze fase, omdat je nog zo klein bent, zijn het vaak wel gewoon introducties via andere mensen. Dus dat is gewoon vaak een pijler natuurlijk. En dan probeer je een beetje te achterhalen of iemand goed is. En of die bepaalde kwaliteit heeft die jij zoekt. Ja. Maar dan al gauw... Ze nodig gewoon uit op kantoor om te kijken van hoe klikt dat met de mensen die je hebt en zo. Dus dat is wel echt heel belangrijk. Maar mijn ervaring is daar wel zeer beperkt nog, hoor. Ja. Want zeker met het eerste bedrijf, natuurlijk ben je daar ook mee bezig, maar ik zat heel erg aan de productkant. Dus natuurlijk heb je, als er niet nieuw iemand komt, heb je daar gesprekken mee, et cetera. Maar daar trok ik sowieso nooit de kar met zulke dingen. Okay. Volgens mij hebben we één iemand aangenomen, maar dat was meer zo gegroeid vanuit het Techstars programma. Wat overigens een hele goede match was. En nu hebben we dan dus die twee mensen aangenomen. En ik vond het top. Het is goed gegaan. Moesten ze helaas laten gaan. Maar ja, oké. Het werkte heel fijn. Ja. Um,
Dus ja, mijn ervaring is daar wel in zekere zin beperkt. Maar ja, ik lees natuurlijk ook genoeg, dus ik kan genoeg standaard dingen tegenaan gooien. Maar, die klik is wel echt belangrijk. Om weer terug te komen met die highs en die lows. Weet je, als die lows te zijn, moet je wel. Je moet niet te veel gaan wringen, want dan gaat het echt mis, zeg maar. Nee. Ja. Nou ja, je kan natuurlijk van twee kanten inderdaad. Of het klikt met de cultuur die binnen het team heerst. Ja. Of ja. Is het gewoon, hij kan heel goed developen. Die skill hebben die nodig. Nee, daar geloof ik niet in. Nee, dan heb je voor mij beter iemand hebben die net iets minder goed is. Ja. Nee, eigenlijk niet. Je moet op zoek naar diegene die en goed is en die matcht, zeg maar. Ja. Weet je wel? Maar als je echt zou moeten, als je een witte die hoofd zou moeten kiezen, zou ik zeggen, het moet goed zijn, maar als iemand dan is één echt zo'n enorme supertalent is, maar echt totaal niet binnen je team past, is dat alleen maar toxic, zeg maar. Ja. Dat is, lijkt me niet verstandig. Nee. Hey, en ik vind het leuk om inderdaad een beetje je succesverhaal te verhoren, maar ik ben ook altijd benieuwd naar wat nou, ik noem het dan de favoriete fout. Wat is een fout die jij... Die hebben vragen ook zoveel gekregen. Ja. Nou, lekker origineel. Nee, dat is een goede vraag namelijk, want ik hou er ook wel van inderdaad. Ja. In plaats van elkaar alleen maar oppoetsen, precies. Ook gewoon eens een keer vertellen van wat ging er fout. Fout is natuurlijk altijd een groot woord. Nou, waar heb je het meest van geleerd? Ik denk dat daar... Nou, ik weet niet of dat waar ik het meest van geleerd heb, maar als ik zie hoe we nu, wat ik zei, dat we vorig jaar erachter kwamen dat het niet goed genoeg ging. En we hadden echt nog prima genoeg geld en weet ik het allemaal. Hebben we echt al heel vroeg de keuze gemaakt, oké, jongens, we moeten hier nu al aan de bel gaan trekken en maatregelen nemen. En dat hebben we met de vorige startups eigenlijk te laat gedaan, 2 keer. Dus dat is iets wat... Ik wil een van de meest concrete dingen waarvan ik denk, oh ja, dat hebben we wel echt vanuit ervaring nu anders gedaan, zeg maar. En daar ben ik heel blij mee, want dat betaalt zich nu uit, zeg maar. Maar dat is wel iets waar je bent ergens mee bezig en je wilt dat het gaat werken. Dus je wilt dan, je wilt ermee door. Als je ziet dat je, zeg maar, voordat je geld op is, zo die maanden steeds zo afziet tellen. Ja. Dan moet je echt wel op tijd aan de bel trekken. En dat hebben we denk ik niet goed gedaan bij de vorige starters. Dus dat is iets wel, dat is een van de meest concrete dingen, denk ik. Het is een beetje dat lean startup verhaal, toch? Dat je snel schakelt en... Ja, in principe wel. Ja, er zit wel een link inderdaad. Ja. Ja, dat klopt. Maar dat is wel heel moeilijk, weet je wel? Dat je echt mee bezig bent, waar je heel erg gepassioneerd en echt in gelooft. En, En zeker als er ook, wat je net zei, van personeel of mensen bij... Ja, dat is nog het moeilijkste inderdaad. Ik denk dat... Oké. Ook fouten gemaakt natuurlijk. Hè. Ik bedoel, niet de enige. Heel veel fouten gemaakt. Maar dit is een van de dingen die... Ja, maar dit heb jij wel meegenomen dus. Ja. En dat is ook wel... Krijg je daar ook vanuit je investeerders? Hebben die ook wel gezegd, oké, nu moet je schakelen, want anders is het straks te laat? Of hadden jullie het zelf wel echt gerealiseerd? Ze hebben wel echt zelf gedaan. Dus niemand heeft gezegd, dit moet je doen. Of ze hebben wel gezegd, van, jongens, je moet wel harder gaan groeien. Want anders dan weet ik niet of dit gaat lukken. Maar die keuze hebben we wel echt zelf gemaakt. En dat werd ook gewoon prima ontvangen. Iedereen snapte dat. En wel een goede keuze. En iedereen stond er wel achter. Dit was wel echt een eigen keuze. Echt puur vanuit die ervaring, denk ik. Gaaf. Ja. Hey, en je vertelde net voordat we begonnen, zei je van ik heb een kind gekregen. Ja. En ik ben aan het ondernemen. Ja. En het tweede komt zelfs komt er al aan. Ja. Hoe stel jij prioriteiten? Hoe, zeg maar... dagelijks maakt. Komt een beetje terug op die op mijn dagindeling, zeg maar. Heel erg in blokken inrichten. Als ik het met andere ondernemers heb over ondernemen en kinderen, dan merk ik toch wel één grote trend, zeg maar. En dat was voor mij wel echt een realisatie of iets wat me opviel, zeg maar. Is dat zeker in het begin heel erg zoeken naar die balans. Omdat je, als je aan het werk was, dan had je het gevoel dat je eigenlijk bij je kind wilde of moest zijn. Dat je daar tijd wilde doorbrengen. Maar als je dan thuis was bij je vriendin en kind, dan wilde je eigenlijk, dacht je ook van, ja, shit, ik moet eigenlijk ook werken. Dus je zat continu, had je het gevoel dat je geen van beide dingen heel goed deed. Ja. Weet je wel? En daarom is het zo gegroeid. Of ben ik veel meer in blokken gaan werken. Gewoon, oké, dan ben ik aan het werk. En dan hoef ik me ook niet schuldig te voelen dat ik niet thuis ben of whatever. En dan ben ik thuis en dan weet ook gewoon iedereen van, dan zijn we thuis. Als ik thuis kom, leg ik mijn telefoon opzij. Theoretisch, dat gebeurt ook niet altijd, maar leg je telefoon opzij en dan ga je lekker eten, dan ga je spelen en dan ga je gewoon genieten thuis.
En dan kun je besluiten om s'avonds nog een keer te gaan werken. En dan weet je gewoon, oké, nu ga ik werken. Ja. Dus het is heel erg in blokken inrichten, zeg maar. En dat, ja, dat was voor mij wel de oplossing daarvoor. Ik heb er nu minder moeite mee. Maar dat heeft wel even geduurd voordat je daar... Dat heeft helemaal geduurd. Dat heeft misschien wel gewoon een jaar geduurd of zo. Voordat er echt wel, dat ik daar wat meer rust in kon vinden. Ik ben best wel onrustig en zo. En ik was wel door. En dat is wel heel moeilijk. Dus dat, ja, dat is... Het is wel een beetje ondernemen versus, zeg maar, de dagelijkse dingen. Ja, nou, ja. En... Kijk, en als je samen bent, dan... Toen we samen waren, zagen we elkaar aanzienlijk minder. En dan was je allebei gewoon lekker dingen doen. En je, we waren weer 4, 5, 26, weet je, prima. Ik zie je in het weekend wel weer. Ja. Ja, soms zagen we echt elkaar de hele week niet. En dan moet die geen week achter elkaar duren. Maar dan kun je als ik zeggen, nou, we gaan lekker in het weekend dit of dat doen. En dan is het alweer goed. Ja, dan heb je veel meer vrijheid natuurlijk. Als je ja, veel meer vrijheid. Maar dan, weet je, kind wil je het sowieso niet doen. Nee. Weet je, nee. Het is toch wel echt anders nu. Dus ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Hey, en... Je hebt het eigenlijk al een beetje verteld, maar wat zijn echt jullie concrete toekomstplannen? Je vertelde al dat je, nou, jullie willen een beetje business to business. Ja, nou, daar zijn we nu mee bezig inderdaad. Daardoor gaat omzet goed omhoog nu. Dat is gegroeid vanuit dat we zien dat veel journalisten en schrijvers gebruiken en er heel enthousiast over zijn. En toen kwam dus de vraag naar de uitgevers. Nou, prima. Dus dat sowieso opschalen. Dus kijk, nieuwsbrieven of e-mail. Is over de afgelopen jaren natuurlijk steeds groter geworden. Ja. Steeds meer nieuwsbrieven. Mensen zien gewoon dat Facebook is steeds lastiger om mensen te bereiken. En zeker in de laatste tijd. Alle uitgevers die zijn minder stress. Want oh jee, Facebook gaat minder aandacht geven aan pages. Dus aan uitgevers. En hoe gaan we nu onze mensen bereiken? En er zijn al voorbeelden. Die zien hun traffic al flink zien dalen. Van, ja, hoe gaan we nu die mensen bereiken? Wat zijn nou de kanalen? E-mail is daar een hele mooie van. Dus... ik denk dat we daar in een goede trend zitten. Een stap, zeg maar, doorontwikkelen. Goed luisteren naar die uitgevers. En zorgen dat zij een mooie tool hebben om dat te doen. Anderzijds hebben we ook nog steeds de track van de meer B2C, zeg maar. Dus die schrijvers en die met je independent journalists, independent writers. Om die ook een tool te geven om een nieuwsbrief te maken, mensen te bereiken. Maar uiteindelijk ook om geld te verdienen. Aan de nieuwsbrieven. Dus dat is een van de dingen die we nu aan het bouwen zijn. Ze betalen de nieuwsbrieven. Zodat iemand kan zeggen, mijn lezers moeten om deze nieuwsbrief te ontvangen $1, $2, $3 in de maand betalen. Ja. Dus daar zijn we nu mee bezig. Okay. Maar uiteindelijk wel, waar we echt naartoe willen is meer richting die lezer. Zorgen dat er veel meer wordt dan alleen een tool om nieuwsbrieven denk je dat, mensen daar geld voor over hebben om, wat je zei, $3 te betalen om dan een nieuwsbrief voor? Het is natuurlijk wel nog vroeg, maar het is wel een trend die je ziet. Dat mensen steeds meer gaan betalen voor kwaliteitscontent. Eigenlijk een beetje het Blendel verhaal. Ja, maar ik meen dat Medium ook. Medium heeft een betaalde aanbieding, zeg maar. En je ziet het steeds meer. New York Times is natuurlijk het voorbeeld van hoe je kunt verdienen aan je lezers, zeg maar. Die gaan hartstikke goed nu op de betaalde abonnementen. Dus dit is een trend die je ziet. En ik denk dat het mooi daarop inspeelt. Ja. Ja. Dus, Is de correspondent, is dat, die doet toch ook, is dat ook per artikel? Nee, dat is ook echt abonnementen. Dat is een abonnementsvorm. Ja, dat is heel mooi. Dat die hebben zo'n soort supporters. Hè? Dus als je mensen die betalen natuurlijk, ze hebben gewoon kwaliteitscontent, daar betalen mensen voor. En als ze het dan delen op Twitter of Facebook, dan kunnen andere mensen dat ook gewoon lezen, ondanks dat ze niet betalen. Dus er zit heel erg. Oh, oké. Okay. Je zou, als je echt je best zou doen, best wel veel kunnen lezen zonder te betalen. Maar zij hebben echt zo'n community van mensen die dat echt. Echt supporters, zeg maar. Ja. En dat zie je ook. Dit valt wel een beetje binnen diezelfde trend, hè? Dat mensen steeds meer gaan betalen voor kwaliteitscontent. Maar ook Patreon, ik weet niet of je dat kent. Ja. Dat is ook een mooi voorbeeld ervan. Dat is niet als breder dan media, journalistiek en zo. Dat is natuurlijk ook artiesten en dergelijke. Maar dat is gewoon, je ziet dat steeds meer gebeurt. En dan komt het vanuit die advertentiemarkt, die iedereen steeds helemaal moe wordt van advertenties en dergelijke. Daar kun je een hele uur over, zeker. Over praten. Nou, nu je het zegt, er wordt in podcasting wordt dat ook veel gebruikt. Ja. Want daar, wat ga je doen? Ga je aan het begin van je podcast een advertentie laten lopen? Of ga je, ik weet dat, misschien ken je wel Jiggy J, dat is die artiest. Van zeg maar platenlabel heeft hij. En die heeft nu ook een podcast. Yeah. Dat is Facebook Live. Doet hij wel. Okay, dat is ook op YouTube.
En die doet inderdaad nu Patreon. Oh, die ja, heeft, ja. Nou ja, volgens mij per aflevering krijgt hij zoveel. Ja, een hele succesvolle. Ja. Ik vraag me of dat in. Of Nederland daar nu ready voor is, zeg maar. Maar in Amerika is het. Ja, nee, ik denk dat. Amerika is daar natuurlijk een beetje in voor in de adoptie van zulke dingen. Ja. Maar goed, 65% van onze gebruikers komt ook uit Amerika. Ja. Dus wat dat betreft. Dus voor jullie is dat sluit het eerder dan. Ja, maar goed, het is nog steeds vroeg. Dus ik denk dat het nu veel PR-waarde heeft voor ons. En in de toekomst best wel interessant businessmental ook kan zijn. Ja. Want als jij $5 vraagt per maand aan een gebruiker, ja, dan vragen wij daar 5 of 10% van. Daar zijn we nog niet helemaal over uit. Maar dat zou kunnen in ieder geval. Ja. Dus dat vind ik wel interessant. Nou, en ik denk de meerwaarde dat je betaalt voor de expertise van iemand uit. Ik heb bijvoorbeeld, omdat ik in de koffie zit van James Hoffman, vind ik super gaaf om zijn blogs te lezen. Nou ja, zou ik best een paar euro voor over hebben om per maand zijn gedachtes Mee te krijgen. Ja. Hey, ik ben ook wel, we hebben het voordat we begonnen eigenlijk al even over gehad, maar ik ben heel benieuwd, wie vind jij nou een hele inspirerende ondernemer of persoon? Nou ja, als je kijkt dat je naar de cliché voorbeelden, ik bedoel, als je kijkt wat Elon Musk doet, dat is natuurlijk wel super inspirerend. Ja. Weet je wel, als je het over grote denkers hebt, is dat natuurlijk wel eentje. Als ik dichter bij me kijk, in principe mensen die gewoon ergens heel goed in zijn en daar echt vol voor gaan, dat vind ik altijd wel heel mooi. Weet je wel, mensen die al veel goed in design en weet je wel, echt daar helemaal bezig zijn. Of mensen die allerlei dingen. Verder zijn een hoop mensen waar ik die ik inspirerend vind of tegenop kijk. Naldo is een voorbeeld daarvan. Ja. Een hele interessante gozer natuurlijk. Beetje on-Nederlands hoe ja, nou, goed vind ik natuurlijk, dat is wel heel gaaf. Precies, dat is wel heel mooi inderdaad. Ja. Verder, moeilijk te zeggen. Ik heb zoveel mensen die ik heel tof vind en waar ik heel veel van kan leren. Boris van Zanten van de Next Web, heel gaaf. Ja, leuk. Ja, zeker. Maar ik vind inderdaad Naldo. Het zijn wel een beetje de mensen die allemaal even anders zijn, hè? Ja. Dat is wel mooi inderdaad, die ook anders durven te zijn, zeg maar. En heel erg jezelf zijn eigenlijk. Dat is wel heel mooi. Ja. Nou, en ik had bijvoorbeeld Elon Musk. Dat is natuurlijk een standaard voorbeeld. Dat hij vorige week weer dat. Ja. Ik weet niet of je zijn filmpje hebt gezien van zijn reactie. Ja, mooi hè. Hoe hij uit zijn plaat gaat wanneer die raket. Als hij over een vakidioot gesproken, dan is dat er wel eentje. Ik merkte aan hem dat hij. Eigenlijk totdat dat ding omhoog ging, had hij nog een beetje zo ongeloof van oké, kan het steeds fout gaan en dan gaat hij niet die shit, hij gaat echt. Ja, mooi. Dus dat, dat zijn natuurlijk mooie voorbeelden. Ja, maar dat is net, iedereen vindt Elon Musk en Steve Jobs. En, ik wou zeggen, Steve Jobs is een ander standaard voorbeeld, maar het is ook zo iemand die echt helemaal gek was van hetgeen wat hij deed en helemaal vol voor ging. Ja. En nog eens een keer een hele briljant man was. Ik heb zijn boek gelezen, het is ook al. Bij zulke grote gasten zit dat toch ook wel een beetje tegen het. Ja, allemaal van mij. Ja, ze zijn allemaal vakgekken, maar zijn eigenlijk al een beetje. Ja, ze zijn allemaal een beetje koekoek. Steve Jobs was dat in Mito. Ja, tuurlijk. Ja, precies. Ja. Dus dat vind ik wel interessant. Ja, en verder, wat ik zeg, mensen die gewoon één ding heel goed in zijn, daar vol voor gaan en daar ook veel van kan leren, vind ik ook mooi. Ik ben daar niet zo. Ik ben er nooit zo goed in. De vorige gast zei van ik kijk tegen niemand op. Oh, nee. Dat vind ik ook wel een statement, maar hij zei van ik kan wel dingen halen uit hun verhaal. Ja. Oh, nee, ik wil wel. Ik wil niet te veel opkijken, wat betekent dat? Ja. Hè? Dat is een beetje je kan respect hebben voor degene wat ze doen. Ja. Ik kan me voorstellen bij Naldo. Hoe dat hij heeft gedaan. En, hij heeft ook wel een lange weg natuurlijk gehad, dat de B-transfer is heel klein en daarvoor Press and Plus natuurlijk. Ja. Ja. Hey, ik eindig de podcast altijd met 3 algemene vragen. Oh, dat doe ik aan iedereen. Ja. Welke podcast, we hebben het net al even over gehad, of serie, of documentaire, of boek zou jij... Ik ben niet zo'n goede lezer, dus ik doe veel video en audio. Podcast, ik luister veel podcasts in de auto. Veel tech-gerelateerde dingen. Ik vind van Recode, Recode Decode, Recode Media. Het is allemaal een beetje kruisvlak van media en tech. Ja. Dat is waar ik mee bezig ben. Maar iets meer buiten tech, ik luister op de Daily van de New York Times. Oh ja. Vind ik super interessant. Ja. Vind ik wat leuk om te luisteren. Wat heb ik nog meer? Ik vind een podcast over media leuk van Alexander Klöpping. En John Fout vind ik super leuk om te luisteren. Veel op waar ik mee bezig ben op dat gebied. Heb ik veel podcasts die ik luister. Oh ja, ik vind How I Build This vind ik leuk van NPR. Ja, ken ik ook. Luister ik ook. Oh, echt productbouwers, over productbouwers, zeg maar, over bedrijvenbouwers. Dat vind ik cool.
En series, kijk, ik heb heel veel series gekeken. Ik heb er niet altijd even veel tijd voor, maar het is af en toe wel lekker om even mezelf erin te verliezen. Lekker knop ontzetten en lekker ja, precies. Aflevering achter. Dus ik vind eigenlijk heel veel, ik vind heel veel tof. En luister je ook nog podcasts van specifieke mensen? Ik ben bijvoorbeeld heel erg fan van die van Tim Ferriss. Nee, heb ik een paar keer geprobeerd. Daar ben ik niet zo fan van. Okay. Ik vind af en toe, maar dat heeft ook helemaal te maken met welke gast er is. Die van Kevin Rose vind ik wel interessant. Ja. Daar zitten wel hele leuke dingen tussen. Ja. Maar sommige onderwerpen vind ik helemaal niet interessant. Dus dan, of ik probeer het niet eens, of ik probeer het en dan denk ik, laat maar. Ja. Oké. Okay. Hey, en als we het even vertalen naar eigen business. Welke nieuwsbrief, welke persoon moeten we absoluut volgen? Oh, ik krijg er echt heel veel. Ik vind er heel veel leuk. Nou, welke is het top of mind? Ik weet niet, misschien heb je nu eentje die... Nou, weer omdat ik daarmee bezig ben, heel erg in de mediahoek, zeg maar. Die van Alexander en Enchant is heel leuk, vind okay. ik. Ja. Elge van der Wel, of je die kent. Nee. Ook, nee. Media. Oké. Okay. Casey Newton van The Verge, erg interessant als je een beetje meer Facebook ontwikkelingen en zo in de gaten wilt houden. Ja. Recommendo, die is van oprichter van Wired. Kevin Kelly. Ja, die is heel leuk. Heb ik gezien. Ja, genoeg doorgaan. Er zijn er 30.000 die moeten letten. Ik ben niet allemaal actief, maar er zijn een heleboel inderdaad. Leuk. Er zijn heel veel leuke nieuwsbrieven waar je echt wel. Ja, het is een van mijn grootste content consumptiekanalen, zeg maar. Ja. Ja. Gaaf. Ja. Okay. Hey, en waar kunnen we jou en je business online vinden? Ja, www.getrevue.co, okay. Dat is onze website. En mijzelf overal, ik ben vrij actief, maar voornamelijk Twitter ben ik vrij actief op. Ja. Dus ik denk dat het makkelijkste is. Oké, okay. Ja. Nou, goed. En hey, de laatste vraag, en dat is een beetje voor mij. Wie zou ik absoluut nog moeten interviewen? Oh, daar heb ik nogal een hele lijst. Maar Naldo is een heel interessant iemand. Ja. Wat een leuk. En het ligt een beetje aan in welke hoek je... Niemand wilt interviewen, of je bepaalde onderwerpen specifiek. Nou ja, bij mij is het wel richting de ondernemer of de creatieveling, zeg maar. Dat is wel mijn hoekje. En dan ga ik je daar wat over sturen. Top, nee, top. Leuk. Genoeg dingen. Genoeg mensen. Ja, zeker. Helemaal goed. Cool. Hey, ik wil je bedanken. Ja. Super tof dat je tijd hebt genomen om mij te praten. Graag gedaan. Ja, bedankt. Ja. En heel veel succes met de business in de komende jaren. Ik ben benieuwd of dat, zeg maar de pro-versie, dus dat je betaalt voor een nieuwsbrief. Ja. Ik ben benieuwd wat daar de ontwikkeling ik is. Ik ook, ja. Dat duurt nog een paar weken. Ja. Dan weten we wat meer. Gaaf. Leuk, en ja. Nou, wellicht kunnen we in de toekomst nog wel een keer zitten. Zeker, dat is altijd goed. Dankjewel. Ja, top, graag gedaan.